De afgelopen weken zijn duizenden mensen in Nederland de straat opgegaan tegen racisme. Honderden duizenden wereldwijd. Vanwege de dood van een man. Vanwege gewelddadig politieoptreden. En vanwege het racisme dat erachter zit. En dat het protest zo luid klinkt, is omdat het probleem zo groot is. Zo wijdverbreid. En omdat het ons al zo lang aanstaart. En mede door al die activisten ontstaat in Nederland langzaam brede erkenning voor het structurele karakter van discriminatie. En het is niet de politiek of de instituties, maar de samenleving die het verzet leidt tegen racisme. En ik ben er trots op dat zoveel GroenLinksers zich daar hard voor maken. Soms is discriminatie evident, maar veel vaker nog is discriminatie verhuld. En soms zelfs onbewust. En dat komt omdat we allemaal in ons hoofd aannames maken. Al willen we dat vaak van onszelf niet geloven. En we denken dat we objectief kijken, maar het is belangrijk om te erkennen dat beelden onze blik kleuren. Dat is de eerste stap naar verandering. En de tweede stap is dat we actief zorgen dat we meer verschillende beelden en ervaringen opdoen. Want pas dan zullen onze hersens verder leren kijken en beter in staat zijn om mensen echt op hun eigen merites te beoordelen. Op wie ze zijn en wat ze kunnen. En niet op basis van de groep waar wij ze bij indelen. Stereotype beelden in ons hoofd. Ze vormen een van de grootste obstakels. Ook voor de gelijke behandeling van vrouwen en mannen. En ze leiden tot een onderschatting van sommige mensen. En tot een overschatting van anderen. Kijk eens naar onze politiek leiders. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017 was 90% van de lijsttrekkers man. En 90% was wit. En dat is geen toeval. Die witte mannen zijn echt niet toevallig allemaal als beste kandidaat van hun partij boven komen drijven. We zijn gewend aan dit type leiders. En we linken het met bekwaamheid. Dus als iemand die tot die groep behoort zich kandideert, dan hebben zij een streepje voor. Bij hen denken we sneller, ja, dat ze het waarschijnlijk wel kunnen. En dat denken ze overigens zelf ook. Daar waar we een inschatting moeten maken, leunen we op de geschiedenis. Zoals bij Sybrand van Haarsma-Buma, nu burgemeester van Leeuwarden. En daarvoor was hij medewerker, kamerlid en fractievoorzitter. En geen krant die bij zijn benoeming afvroeg of hij wel bestuurlijke ervaring had. Ze namen gewoon aan dat hij het wel kon. Omdat zijn vader en zijn opa ook zulke dingen konden. En hij paste nu eenmaal goed bij het plaatje van een burgemeester zoals we dat kennen. Hoe anders werd de kandidatuur van burgemeester Halsema behandeld. Ook zij was medewerker, kamerlid en fractievoorzitter geweest. En ze had zelfs daarna nog wat bestuurlijke functies bekleed. Maar vanaf dag 1 werd de vraag gesteld, heeft ze wel bestuurlijke ervaring? Nou, van mij mag je zo'n vraag altijd stellen. Maar het meten met twee maten komt me ongelooflijk de keel uit. Het ondermijnt onze samenleving en het leidt tot ongelijke kansen. En daarom is het verzet van nu ook zo belangrijk. Het verzet tegen discriminatie, tegen achterstelling, tegen racisme. Het verzet ook tegen seksisme. En die roep om verandering, die vraagt iets van de instituties. Het vraagt om duidelijk optreden wanneer we discriminatie zien. Het vraagt om actief werk aan bewustwording. En het vraagt om meer diversiteit in leidinggevende posities. Om recht te doen aan de verscheidenheid in ons land. En om nieuwe beelden te creëren, om nieuwe geschiedenis te maken. En daarmee vraagt het ook iets van politieke partijen. Verreweg de meeste partijen in Nederland hebben nog nooit een vrouwelijke lijsttrekker gehad. Nog nooit. En ik ben er trots op dat dit bij GroenLinks anders is. Dat bij ons het leiderschap steeds op een natuurlijke wijze is afgewisseld tussen vrouwen en mannen. En dat we bouwen op de schouders van vrouwen als Ria Bekkers, Ina Brouwer, André van Es, Jolande Sap en natuurlijk op Femke Halsema, 8 jaar politiek leider van onze partij. Emancipatie zit in het DNA van GroenLinks. En ik hoop van harte dat meer partijen kiezen voor diversiteit in de top. Meer mensen met een migratieachtergrond, meer vrouwen. Maar dan wel voor het echie. Want een vrouw op 2, maar haar dan overslaan als je gaat formeren, ook daar ben ik klaar mee. Gênant vond ik het in 2017, om uiteindelijk als enige vrouw aan de formatietafel te zitten. Het gaat niet alleen om een plek op de lijst, het gaat om het delen van de macht. En de ultieme stap is natuurlijk die over de drempel van het torentje.
En we zijn goed op weg in de 21ste eeuw en nog altijd hebben daar alleen mannen met eenzelfde soort uiterlijk gezeten. Het is echt hoog tijd voor verandering. Zodat onze zonen en dochters opgroeien met de ervaring en in de wetenschap. Dat wie ze zijn, wie ze lief hebben of waar ze vandaan komen, hun kansen niet definiëren. En partijgenoten, meer diversiteit aan de formatietafel gaat niet over de vorm. Het gaat juist over de inhoud. Want onderhandelaars nemen hun eigen ervaringen en prioriteiten mee. Hun eigen perspectief. Bijvoorbeeld over veiligheid. Het perspectief van veel vrouwen is anders dan van mannen. De meest onveilige plek voor vrouwen is hun huis. En met de coronacrisis is het geweld alleen maar toegenomen. En daders van verkrachting en van stalking, het zijn meestal bekenden. Als vrouwen vermoord worden, is dat meestal door hun partner of ex-partner. En vaak omdat hij het niet kon uitstaan dat ze hem niet meer wilden. Er zijn vrouwen in Nederland die niet van hun man afkomen vanwege sociale dwang of religieuze regels. En er zijn meisjes die besneden worden onder verschrikkelijke pijnen, zodat ze maar niet gaan genieten bij het vrije. En ook voor mensen met een migratieachtergrond is het perspectief op veiligheid anders. Hoe veilig voel je je als je keer op keer wordt aangehouden omdat je auto te chic wordt bevonden voor je kleur? Als tasjes worden vastgegrepen als je langsloopt? Als met de meeste aangiftes van discriminatie niet eens iets wordt gedaan? En dat geldt ook voor de aangiftes vanwege antisemitisme, vanwege homohaat. Waarom staan deze perspectieven op veiligheid niet bovenaan de agenda van een formatie? Het gaat om de vrijheid en om de veiligheid van ongelooflijk veel mensen. Er is een hoop om voor te strijden. In Nederland en in de rest van de wereld. En die strijd die blijven wij voeren. Emancipatie zit in het DNA van GroenLinks. Het recht van mensen om zelf te kiezen hoe ze het leven willen leiden. Met wie ze het leven willen leiden. Een leven vrij van onderdrukking, van geweld en van vooroordelen. Dat is waar wij samen voor staan. Dank jullie wel.